Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik kom net thuis bij Laura en mijn vader. En het is echt één troep gewoon. Er is een grote schoonmaak bezig of zo. Alle bende wordt schoongemaakt. Ja, we zijn zoveel oude zooi aan het weggooien gewoon. En ik heb echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hele grote tassen vol met kleding wat ik ga verkopen. Dus ladies, heb je maatje 36, 38, schoenmaat 39, 40. Ik heb heel veel spullen die ik weg ga doen. Leuk zeg. Dus goed hè? Leuk hè? Is je rol al wat... Nee, dat mag niemand nog zien. Mijn rol is nog top secret. Maar heb je nu... Ja, ze heeft per ongeluk ook een petje gevonden zo. Een fitted cap. Hè? Heel veel petjes gevonden ja. Dat is wel leuk, ze fluweel blauw. Vind je hem leuk? Dit is dus Lucas' verslaving. Dat is jouw lieve verslaving. Lieve kijkers, kinder, nee! Nee, dat is niet van mij. Oh, ja, hij heeft er al iemand. Dat is normaal, joh. Oh nee, wat gemeen. Ben je er nou? Ga hem eten? Ja. Nee. Ik heb twee al, hè? Jawel. Nee, dit is mijn eerste. Dit zou mijn tweede zijn. Je hebt er net één gepakt en die pak je weer één. Nee, dit is mijn eerste. Ik ben naar boven gegaan, ik moet haar nog helpen. Ja. Bibi. Nou. Meestal vindt ze dat leuk. Jezus, wat een... Meestal gaat ze helemaal los op dat. Wat een topspel, hè? Echt helemaal top. Ga je vader even boven helpen dan? Doe eens wat nuttigs met je leven vandaag. Fred, ik ga er vandoor. Zie je. Je gaat. Spetta. Wat is dat jou? Ik ga weer dat morgen. Gewoon morgen, toch? Ja? Ja, gewoon ik kom gewoon af en toe langs om te DJ'en. Je blijft hier niet meer. Ik heb nu even 2 weken vrij, vriend. Hoezo? Wat is dit voor onzin? Nee, ik ben even wat meer in Zandam dan. Deze aankomt 2 weken, maar ik kom wel op de DJ en dat soort shit. Dus. Ga je missen, gewoon? Ik kom goed, tikken maar. Later. Ja, jij gaat weer dit huis ruïneren, hè? Zo. Heerlijk. Eindelijk weer ruimte. Kijk, even deze tassen. Ik heb een rugtas al op mijn rug. En het grote rode ding moet gewoon mee. Gewoon in de auto. Vriend. Je moet alsof je 10 kilometer loopt. Moet ik wel vanaf Zandam naar mijn huis, vriend? Kijk even dit. Het is gewoon trainen. Tillen, je gaat zien. Alsof het de eerste keer is dat ik zoiets gedeeld heb. Gaan. Vriend, dit is next level shit. Dat kan jij. Jesus. Je hey man, dat is even je toch. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. En ja, dit wordt wel een soort van drukke week. Ik zou eigenlijk naar Curaçao gaan met mijn vader, maar ik mag niet, want ik ga de studio in met For You om onze tweede single op te nemen en nog te kijken welke wordt natuurlijk. Maar mijn vader is nu dus onderweg naar Curaçao, maar ik heb vandaag zangles van Robin. Deze keer niet met For You, maar gewoon in mijn eentje. Ik heb privé les. En ik ga jullie gewoon meenemen, ik ben benieuwd. Lijkt me weer leuk om Robin te zien. Dus ja. Jongens, ik ben er weer. En hij is er ook weer, onze grote reus. Maar als hij zit, is hij klein. Ja, daarom blijf ik zitten. Anders komt hij een beetje overweldigd over. Maar wat gaan we eigenlijk vandaag doen, Robin? Luca heeft besloten dat hij toch baat heeft bij nog iets meer zangles. Verstandige keuze. Ja, dan gaan we nog een beetje fine-tunen. Robin kan een soort van les geven, dus ik dacht, waarom niet? Bij de next boy, ja, anders heeft hij toch niks te doen. Snap je? Ik geef hem wat werk. Ja, dat is super aardig van jou, Luca. Super considerate. Ja, dat is ook heel aardig. Dat waardeer ik hoor. Ja, dus, zit ik thuis te huilen, te wachten tot jij belt. En je hebt ook nog een pak slaag van mij gehad in FIFA. Nee. We hebben 1 keer gelijk gespeeld. Maar toen was jij wel een slecht team en ik wel een goed team inderdaad. Ja, maar ik heb gewoon niet zoveel tijd om dat te spelen. Hoor. Ja, smoesjes. Toen de tijd zeiden nog van ja, ik ga je kapot maken. Ja, dat dacht ik ook wel. Maar ja, ik kan niet meer op tegen die gasten die allemaal de hele dag maken. De jeugd van tegenwoordig. Maar ik neem jullie gewoon mee wat we aan het doen zijn en wij gaan even verder. Nou, Lucas gaat het proberen. Oh, ik heb een tekst over. We hebben geprobeerd om wat van te maken. Kansloos. Ja, het is niet helemaal kansloos, maar... Nee, doet hartstikke goed. We gaan kijken wat hij ervan maakt. Let's go. Oké. Verder. Three.
luisteraars, ik ga even mijn vlog afsluiten. Ja. Ik wil binnenkort ook gaan starten met het opnemen van covers. Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee welke liedjes. Mochten jullie ideeën hebben, laat het gewoon hier achter in de comments. Wat jullie leuk lijkt om te horen wat ik moet zingen, zeg maar. Iets in de richting. Komt niet helemaal heel soepel uit, maar je snapt wat ik bedoel. Dan ga ik hem nu afsluiten. Ik vond het hartstikke leuk om Robin weer te zien en ook een zangles van hem te hebben. Ik ga ook sowieso binnenkort weer een zangles bij hem inboeken. Maar we moeten eerst Cas van de Hill nog meer gaan oefenen. Tijdens die zangles was het de eerste keer dat ik dat lied echt heb gezongen. Dus ja. Maar ja, dit was hem weer. Like en abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie in mijn volgende video. Laat natuurlijk ook een comment achter. En bedankt voor het kijken. Rustig!